1 februari 1953 vond de watersnoodramp plaats. Ook Ouderkerk aan de IJssel werd getroffen. De dijk brak door. We zijn hier ben je origineel bij het gat. Want in 1 februari, s'nachts, om 3-4 uur, brak hij hier door. En dan vragen ze aan mij, hoe kwam dat dat hij daar brak? Dan zeg ik, vanaf vroeger stonden de boerderijen te dicht in de dijk. Er stond daar een muur, er heb daar een muur gestaan, daar speelden wij. En hoe kwam die muur er te staan? Die muur die was gekomen omdat hier stond een boerderij. En zo is het gat ontstaan, doordat die muur omviel. Die muur was nu ondergehaaid. Dus die stond één keer op bescherming voor die boerderij. Ja. Het is omgevallen. Nou, het was maar even tikken. Dan ging de rest van de dijk mee. Vanaf hier tot aan die muur van de kerk. Was het gat. Ja. Ik heb hier zelf gestaan met mijn broers, hoor. Ja. Dat is drie keer. Meneer Maurik was net 14 jaar toen de ramp plaatsvond. Hij weet nog precies wat er die nacht gebeurde en hoe het helemaal misging. Er beginnen s'avonds de gesprekken al. Dan een zware storm en mijn vader lag met zijn schip thuis. En dan zitten we in huis en toen zegt hij, dat gaat zo niet goed. Als we door hadden. Dus het stormde zwaar uit het noordwesten. Hij zegt, als dat maar niet om kan lopen, zegt hij vanavond of vannacht. En dan hebben we het tweede tij. Want de eerste tij was smiddags om 1-2 uur hoogwater. Ja. En de tweede tij is dan 12 uur verder. Dan ben je 2-3 uur s'nachts, hè? Ja. Ongeveer. En toen kwam hij in huis en toen zegt hij, ja, maar nou gaat het mis. Het water is nog hoger dan op hoogwater. Ja, en toen... Ik was toen 14. Je zit in huis en toen op een gegeven moment was het een uur of 8, 9 en toen kwam de dijkwacht naar mijn vader. Die konden elkaar natuurlijk, die mensen toen de tijd allemaal zeggen, Corrie, toen mijn vader. Hij zegt, Cor, hij zegt, joh, hij zegt, we moeten een paar mensen, we moeten sterke jongens hebben. Want met zandzakken leggen, want het water komt zo hoog dadelijk dat het boven de dijk komt. Ja, dat heb ik al lang in de gaten, zei mijn vader, weet je wel. Dus ze praten zo'n poosje. Toen zegt hij, als je dan hier het voorste stuk van de dijk doet, jij met je zonen, dan wordt het zand aangebracht, dan moet je in die zakken. En dan wordt wel aangegeven waar je die neer moet leggen, Cor. Weet je, zo werd er gesproken natuurlijk tegen mijn vader. Dus mijn vader had daar de leiding zo gezegd. Op dat moment dat hij in die bocht. Ja. En toen... Het was een uur of 10 waar al op. Toen zegt hij, Abel, dat is de oudste zoon. De tweede was Wim en de derde was ik. En toen zei hij duidelijk, ja, die ken ook nog wel mee. Zeg mijn vader, want ik voer over mijn troost toen. Mm-hmm. Op mijn 14e, dan voer ik over mijn troost. En dat ging toen zo met die grote gezinnen, daar moest geld komen natuurlijk. En... Dus ook, ik maak de dijk op, een uur of 19 zo. En ook, maar eer het 12 uur was, half 12 zo, toen moest ik van de dijk af. Toen kwam het water eigenlijk al op de dijk, hoor. Stond hij aan de kruin? Ja, en de golven sloegen er toen al op. Zo. Ja, dat weet ik nog goed. Ja. En toen zegt hij, Piet, ga naar je moeder. Je waait toch van de dijk af, jij. Zo doe je het. Ja. En ik was natuurlijk nog een licht mannetje van verjaardag 14. Dus zo sterke beul was ik nog niet. Nou ja, en dan maken dat allemaal mee daar in die bocht, die vooraan. Daar voor het hoogachtige huis daar stond, daar woonden wij aan deze kant ervan, bij die stoepjes. Ja. Daar stond die huizen. En daar moest mijn vader aan het werk met mijn broers en met mij. Maar ik ging het eerst naar huis, hoor. Voor de nacht nog. Ja. Maar toen kwam mijn broer in huis en die zei, om het hier weg, want het lichthuisje ligt al ondersteboven. Ja. En toen kwam mijn vader later nog en toen zijn we achtereen zo
langs de sloot achter die huizen heen die hier richting het dorp staan. Op het dorp bij een boerderij terechtgekomen. Daar was ons huis van die boer. Vroeg in de ochtend ging het mis. De dijk brak door. Twee personen kwamen om het leven. Die golf kwam. Toen die hele brak, toen die wal dan maar zeggen, naar beneden klopte. Achter die muur vandaan. Die muur lag toen al plat natuurlijk. En toen ging je maar geweld naar dat huisje toe natuurlijk. Ja. Zo'n dikke laag water. Dus de ene keer was het huisje weg. En toen was het misschien niet eens ondergehaaid of zo. Nou, toen... Toen zijn ze op de polder ingesloerd. En een paar dagen later vonden ze die vrouw dan bij een koeienhek. Halverwege het land. En Rijkaard zelf is weken later achter in de polder, helemaal in de sloot. Zo sterk was het water. Ja. De impact op het dorp was groot na de ramp. Het blijft een belangrijk onderdeel van de geschiedenis. Ook in het onlangs uitgebrachte boek van de historische vereniging wordt er aandacht aan besteed. Hier zie je dat hij hier bijna brak. Maar toen hij hier brak, bleef ze verder heel. Maar alles was kapot en er kon geen auto meer overheen rijden of een boerenkar. Vanwege de dijk was zo ver afgekalfd dat je enkel maar lopend erheen kon, hier naartoe. Je kon niet met een auto er naartoe. En de soldaten kwamen van het dorp af lopen, gingen ze in het gat werken, 's ochtends. Ik zelf gezien. En dit scheepje, die hebben ze nog voor het zerf bijgelegen. Dat was van een kennis van mijn vader. Die woonde ook gewoon vlakbij het gat, woonden die mensen. Hebben ze een scheepje er ook in gezet. Dat is van Geen Vuik. Het laatste slapen scheepje. Nou, hier zie je de dijk door die schepen van de sloperij. Die waren met een sleepboot gehaald, die zijn in het gat gevaren. Maar die hebben ze voller moeten gooien, anders hadden ze erin gekanteld. Dan hebben ze er zand in gegooid en toen dan bleven ze beter liggen. Het is uiteindelijk gelukt om de dijk met sloopschepen en zandzakken te dichten.